openlijke en verborgen armoede. Openlijke en verborgen armoede is natuurlijk erg veranderd door de tijd heen. Ga even terug in de geschiedenis en kijken van hoe zag de maatschappij er vroeger uit. 5000 voor Christus, in de tijd van de nomaden, bestond er weinig sociale ongelijkheid en mensen hadden slechts enkele bezittingen. In de tijd van de oudheid, ongeveer 2000 voor Christus, 500 na Christus, zie je dat er een sociale ongelijkheid tussen adel en gewone mensen is. Daarbij komt ook nog eens dat slavernij heel gewoon was, dus sommige mensen hadden helemaal geen rechten. Tussen 500 en 1500 zijn de middeleeuwen. De sociale ongelijkheid verandert dan door de komst van de standenmaatschappij. Je wordt geboren in een bepaalde stand en als je daar eenmaal in zit, zul je ook niet eigenlijk daaruit kunnen komen. Dan gaan we naar de tijd van de nieuwe rijken. Begin de 1500 loopt door tot ongeveer 1900. Dat komt eerst door de Gouden Eeuw in Nederland en later gevolgd door de industriële revolutie. Zakenmensen, handelaren worden opeens rijk. Ze zijn niet van adel, maar ze zijn wel heel erg rijk, waardoor de verhoudingen veranderen. Rond 1900 ontstaat ook een beweging rondom arbeiders. Het ontstaan van vakbonden brengt meer gelijkheid voor iedereen. Zo worden uitkeringen ingevoerd, ontstaat een beter onderwijs waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd al hoeven te werken en de gezondheidszorg wordt sterk verbeterd. Als we kijken naar het heden, dan is geld de grote verschilmaker. Geld is de belangrijkste bepaler voor jouw plaats op de maatschappelijke ladder. Dat was sociale ongelijkheid door de eeuwen heen. Als we kijken over de wereld, we gaan Nederland eens vergelijken met een ander land, en we kijken bijvoorbeeld naar een land als India, dan zie je dat in India nog een standenmaatschappij bestaat. In India noemen ze dat het kastenstelsel. Het kastenstelsel bestaat uit 5 lagen. Hierdoor is heel veel ongelijkheid. Deze standen leven ook nog eens apart van elkaar. Dat noem je segregatie. Een van de grootste verschilmakers in Nederland is de opleiding die we volgen. Het Nederlandse onderwijssysteem is natuurlijk ook bedoeld om iedereen het maximale uit zijn eigen talent te halen. Maar aan de andere kant is het diploma dat je geeft ook een grote bepaler in wat voor werk je kunt doen en wat voor salaris je dus gaat krijgen. In Nederland begint iedereen gelijk met de basisschool. Die duurt, als je niet blijft zitten, en daar gaan we vanuit in deze voorbeelden, 8 jaar. Vervolgens ga je naar een van de 3 vervolgrichtingen. Hier vindt de eerste splitsing dus al plaats. We hebben dus het VMBO, HAVO en VWO. Het VMBO is nog weer onderverdeeld in 3 niveaus. En het VWO is nog weer onderverdeeld in 2 niveaus, waarbij gymnasium het hoogste niveau is. Er bestaat ook nog een doorstroommogelijkheid van VMBO TL naar HAVO of van HAVO naar VWO. In de meeste gevallen zal een VMBO-leerling kiezen voor een MBO-opleiding na zijn of haar VMBO-opleiding. HAVisten zullen meestal kiezen voor een HBO-opleiding, maar ze kunnen ook naar het MBO. En ook mensen van het VWO kunnen naar het HBO als ze niet door willen naar het wetenschappelijk onderwijs. Het wetenschappelijk onderwijs kennen we beter als de universiteit. Als je dan je opleiding hebt gehad, dan ga je uiteindelijk werken. Kies je voor de snelste route, dan ben je ongeveer 20 jaar als je gaat werken naar het MBO. Volg je de snelste route vanaf het HBO ben je ongeveer 21 jaar. En de snelste route vanaf het wetenschappelijk onderwijs maak je 22 jaar. Qua leeftijd zit er dus niet zoveel verschil tussen. Als je kijkt naar het salaris, wel. Er bestaat vanuit het wetenschappelijk onderwijs ook nog de mogelijkheid om nog te gaan voor promotie. Nou, dat kan heel lang duren, ook wat sneller.
Maar als je uitgaat van 1 jaar, ben je dus ongeveer 23 jaar als je gaat werken. Je ziet dat er een groot verschil zit in leeftijd en opleidingsniveau en uiteindelijk dus ook salaris.